Bijzonder welkom ook aan onze burgemeester en de wethouders. Mevrouw Oudersluis, mag ik u er even bij hier? Wat wil u allemaal toetsen? Op het ogenblik alleen bij woord en daad. Als ik u nu vraag van, waarom doet iemand dat? Ja. Ja, kijk, dat vind ik nou mooi, hè? Want mensen die je dat vraagt en daarover na moeten denken, ja, die hebben daar nooit over nagedacht. Beschrijf ik het goed als ik zeg van gewoon doen? Gewoon doen, ja. En we hebben voor u natuurlijk een bloemetje. Mijn trouwe assistent, een robot, die doet dat. Ja, dank u wel. En nog heel veel plezier en inderdaad voldoening uit het vrijwilligerswerk. De heer Hagen. En mensen doen dingen lang. En nou heb ik hier iemand naast me staan en die doet het 42 jaar. Ja, ja. Heb ik goed begrepen, hè? Ja, helemaal goed. En met veel plezier. Ingewijd ben, et cetera, en de dingen van meekrijgt, is het een levendige vereniging op dit moment? Ja, dat kun je wel stellen, ja. We zijn de grootste club uit Nederland, een bepaald aantal leden betreft. We hebben zo hard 2000 leden. We hebben maar ik wil even vertellen, we hebben er 400 op de wachtlijst staan die willen lid worden. Dat kan niet, want de wiek is te klein, kunnen we niet binnen hebben. Kijk, ja, dat is een luxe probleem. Luxe probleem, ja. En natuurlijk hebben we voor jou ook een bloemetje. Alsjeblieft, en een hartelijk applaus. Ja, dank u wel, Peter Verstoep, voorzitter van de Oranje Commissie Fase. Dames en heren, hartelijk welkom. Fijn dat u hier bent. Ondanks het wat tegenvallende weer, toch met zoveel mensen gekomen om Koningsdag te vieren. En daarmee betuigen wij onze verbondenheid aan het Koningshuis. En niet alleen aan het Koningshuis, maar ook aan elkaar. Ik wil de Oranje Commissie zeer bedanken voor al het werk wat zij gedaan hebben. En ik denk dat zij wel een applausje verdiend hebben daarvoor. Dames en heren, wij zijn trots op ons koningshuis. Leve de koning! Hiep hiep, hoera! Hiep hiep, hoera! Hiep hiep, hoera! Dank u wel, ik wens u allen een hele prettige Koningsdag. Tot Hans van der Hoeven hier zo, inderdaad, stond met de oude baden. De laatste keer. Iemand anders willen we daar wel weer even in het zonnetje zetten. Dan valt dat niet mee, maar even in het zonnetje zetten. En dat is namelijk de vrouw van de burgemeester. Dat mag namelijk wel. Nou, die is niet gevoelig voor nieuwe auto's en zo. Maar Adam, we willen jou in ieder geval hartelijk bedanken. En we hebben voor jou in ieder geval een bloemetje. Gelders volkslied. Twee coupletten. Hierbij komt dan een officieel einde aan de obade. Ik heb nog wat mededelingen van huishoudelijke aard. Geniet ervan en ja, voor zover mogelijk met een beetje droog weer wens ik jullie allemaal een hele mooie Koningsdag 2019 toe.